Aan tafel zit, naast mij zit Alex Steur. Hij was 10 jaar lang een van de recensenten, een van de proevers die meerdere keren per week anoniem namens de firma Michelin restaurants bezocht om vervolgens over dit meer of minder geslaagde culinaire avontuur verslag uit te brengen. En vandaag is het weer zover. De jaarlijkse gevreesde dag des oordeels. Sterren zijn uitgedeeld en sterren zijn ingenomen. Nederland krijgt er geen 2- en 3-sterrenrestaurants bij. Wel werd vanochtend in Amsterdam bekendgemaakt dat er 8 nieuwe 1-sterrenrestaurants zijn. 4 restaurants in Brabant, 3 in Limburg en 1 restaurant in Amsterdam krijgen hun eerste ster. Nederland telt nu in totaal 111 zaken met Michelinsterren. Dus 1 meer dan vorig jaar. Ja, even kijken. Beluga Loves You, Maastricht een ster erbij. Rentree Maastricht, Noble Kitchen in Kromvoort. Zout en Citroen Oosterhout. Grafiet bij Peter Gast in Amsterdam. Ben je er wel eens wezen eten? Nee, nog niet. Nee. Want je bent wanneer gestopt? Officieel per 1 oktober afgelopen jaar. Oké, dus ja. Je hebt nog een beetje geproefd in de sterren die nu gehonoreerd zijn. Ik ken ze nagenoeg allemaal wel. In ieder geval niet altijd in dezelfde zaak. Chefs wisselen ook en verhuizen ook, zoals Peter Gast bijvoorbeeld. Dus, Alex, het is best wel een wonder dat we je aan tafel hebben. Want als er een mysterie is in de culinaire wereld, is het wel wie zijn die mensen van Michelin? We kennen ze niet, ze zitten aan tafel, ze bepalen, ze wikken en wegen. Mm-hmm. En gaan soms over leven en dood, werkelijk, letterlijk en figuurlijk bij sommige chefs. Ja. Is wel eens gebeurd. Maar kortom, heel belangrijk werk. Jij bent er nu mee gestopt. Ja. En dus mag je aan tafel zitten. Ja. Mag je vrij uitspreken? Nee. Oh. Nee, niet 100%. Wat heb je moeten afspreken met je oude werkgever? Nou, bijvoorbeeld dat je niet, en dat lijkt me ook niet netjes, om op individuele dossiers in te gaan. Van dat restaurant zag er de laatste jaren niet goed uit. Of dat is een kans hebben om dadelijk door te schieten naar... Dat zijn gevaarlijke zaken, want dan zou ik ook het gras wegmaaien voor Michelin hun voeten. Dus begrijp ik. Asfalt misschien beter gezegd. Dan even hoe het gaat. Jij bent kok. Je bent onderlegd, of niet? Oh ja, zeker onderlegd, ja. Maar ik heb zowel in keukens als in bediening gewerkt. Ik heb van vakantieparken tot de grote hotels met de vogel op het dak. 10 jaar geleden denk je, of je wordt gevraagd, dat moet je me maar vertellen. Ja. Ik wil een van die keurmeesters worden. Ja. Wilde je het zelf graag? Ja, het heeft wel van kleins af aan. Het komt eigenlijk van mijn vader uit, die altijd al als een criticus, maar dan liet hij het wel duidelijk blijken, aan tafel zat. En ik heb het een beetje meegekregen van thuis uit, ook de horeca, de gastronomie. En ik was op huwelijksreis en mijn vrouw die ziet gewoon in een bepaalde krant, die overal in het zuiden van Europa ook op zaterdag te krijgen is, een advertentie staan, gezocht Michelin-inspecteur. En ze zei het zo en ik zeg, ja, maar dat is voor oudere mensen. Dat is voor Je bent het geworden, je bent niet een oude mens. Je bent 10 jaar geleden al aangenomen. Ja. Moet je dan examen afleggen? Moet je kunnen proeven? Moet je laten zien dat je safraan van komijn kan onderscheiden? Moet Grappig dat je nu safraan ook aanhaalt in verband met een ander verhaal met een kaassoufflé. Niemand die dit begrijpt, weet je niet? Nee, goed, maar... Ja. Maar ik zal snel inhalen, maar ik wil eerst even van je horen. Nee, maar er waren ontzettend veel brieven op die advertentie. Ze zetten niet eens altijd een advertentie, want er toch ontzettend veel open sollicitaties. Maar de vraag was, moet je examen doen? Ja, het is wel een soort examen, zo kun je het noemen. Dan ga je voor het eerst naar een restaurant. Kun je vertellen welk restaurant dat was? Nee, dat ga ik niet. Oké, nou, voor het eerst zit je ergens, neem je iemand mee als je gaat eten? Als je voor de rest gewoon als je op pad bent. Ga je met twee op pad of alleen? Vaak alleen. Maar je mag je vrouw meenemen als je zelf maar de rekening betaalt. Oké. Want je wordt natuurlijk voor die onkosten word je vergoed door Michelin. Ja, voor die vanzelfsprekend. Je eigen... Hoe vaak per week at je? Gemiddeld tussen de 8 en 10 keer. Dus met lunch erbij? Ja. Soms een heel uiterlijk geval. Maar dat was ook nooit de wens van Michelin. Ditjes 2 lunchen en een diner. Dat kwam ook wel eens voor. Je reserveert onder een andere naam, neem ik aan? Ja, ander telefoonnummer ook heel vaak. Mijn hele familie, de telefoonnummers die zijn eigenlijk ook bekend. Je hebt het 10 jaar lang gedaan. Zijn er op een gegeven moment een aantal chefs geweest die denken, die kerel die heb ik nu al een paar keer gezien, dat zal wel iemand van Michelin zijn? Ik hoorde vandaag bijvoorbeeld op de radio dat Jongen Helmond had een ster gekregen. Ja, en die herkende inderdaad degene van Michelin die hem ging keuren. Dus die wist hij is het. En die dacht wel van, ik ga hem niet speciaal behandelen of zo, dat niet. Nee. Maar ja, dat op zich, die reflectie is eigenlijk ook al... ben je toch al bezig met, er zit iemand anders dan anders. Ja. Dus het beïnvloedt je toch wel, inderdaad. En ik heb ook mensen gehad met trillende flessen wijn aan tafel. En dat je denkt van, jongens, kom op. Ja, maar je luistergever onderschat je eigen invloed niet. Het is ongelooflijk of jij een ster afneemt of een ster geeft. Ja, maar dat doe je ook nooit alleen. Want er is namelijk een séance d'étoile.
Ja. Heb ik begrepen. Dus ja. Jullie hebben een aantal keer ergens gegeten. Dan komen jullie bij elkaar en dan zeg jij, moet je horen, ik vind Piet bijzonder goed koken. Die verdient een ster. Dan zegt aan de andere kant aan, nou, dat vond ik wel mee. Enzovoort, hè. En die seance d'étoile...